Ik ben van kinds af aan ben ik echt geïnteresseerd in wilde planten en met name zeldzame planten, die spreken altijd tot de verbeelding. En dit is een ding wat de hele tijd is blijven liggen, omdat ik altijd maar dacht, komt volgend jaar wel, komt volgend jaar wel, komt volgend jaar wel. Zo, vandaag ga ik iets doen wat ik al ontzettend lang wil doen en dat is kievitsbloemen in het wild bekijken. En nou ja, weet je, ze zijn vrij makkelijk te zien, maar ze bloeien in een tijd dat ik het altijd heel druk heb. En zoals dat gaat met dingen, als dingen vrij dichtbij zijn, dan stel je ze altijd maar uit, altijd maar uit. Maar dit jaar komt het ervan. We zijn hier in de buurt van het Zwarte Water, vlakbij Hasselt en bij Zwolle. En dit is de grootste vindplek van de wilde kievitsbloem in heel Nederland. En het is zelfs een van de allergrootste vindplekken van de wilde kievitsbloem in heel Europa. Je hoeft niet lang te zoeken, want er staat er hier alleen. Kijk, en het is grappig. Het is zo'n bloem, je kent hem als tuinplant. Dus het is een heel raar ding om dit dan in het wild te zien. Want je hebt niet zoiets van, oh, dit is de eerste keer dat ik deze bloem in het echt zie. Want deze bloem heb ik al duizenden keren in het echt gezien. Maar dit is een echte wilde. Oh, moet je daar kijken, joh. Kijk, daar staat dus een... Had ik eigenlijk even een verrekijker mee moeten nemen, maar met mijn camera kom ik er wel dichtbij. Maar daar staan er dus gewoon echt honderden bij elkaar, inclusief de witte variëteit. Nou, het is kwetsbaar gebied, dus je mag niet van de paden af. Maar ja, zoals je altijd ziet, staan de mooiste planten weer ver weg. Dit is een camera die de natuur wel even dichterbij haalt. Ja joh, het is prachtig. Het is gewoon zo'n heel veld. En er staan er gewoon meerdere per vierkante meter. Hoofdzakelijk zijn ze de typische paars met de blokjes. En af en toe zit er een witte tussen. Dat is een foutje. Ja, ze worden door hommels bestoven. En ik denk dat de hommels er niet zoveel problemen mee hebben. Dus die witte die blijven wel staan. Ik dacht dat ze heel zeldzaam waren. Maar ik zie er zo al, denk ik, nou zeker wel 30 witte staan in dit stuk alleen. Laten we verder kijken. Er zullen er wel meer staan. Ja, één tip met fotograferen van wilde planten is, begin niet te snel met fotograferen, want de eerste is altijd gelijk mooi. En dan kom je er nog mooiere tegen, en dan kom je er nog mooiere tegen, en aan het eind van de dag heb je 25.000 foto's gemaakt. Dus ik loop altijd eerst even een rondje, dan kijk ik wat de mooiste zijn, en dan ga ik een foto maken. Wilde bloemen worden vaak gezien als minder mooi dan tuinplanten, maar je ziet wel waarom deze wilde bloem het heeft gered tot tuinplant. En als je die bloem omdraait, dan zie je ook een prachtig patroon wat een beetje doet denken aan een schaakbord. En de Duitse naam voor deze bloem is ook schachbloemen. De Latijnse naam fritillaria, dat betekent dobbelbeker, omdat die lijkt op een ouderwetse Romeinse dobbelbeker. Ja, de Nederlandse naam kievitsbloem, omdat die een beetje lijkt op een kievitseitje. Maar hier heet die de Zwolse tulp. Het is echt zo'n mooie bloem om te zien en dat het een wilde plant is. Ik blijf dat ontzettend leuk vinden. Trouwens, die naam, dat Zwolse tulp, is niet voor niets. Want hij lijkt niet alleen een beetje op een tulp, hij is er ook verwant aan. Hij is echter nog wel veel nauwer verwant aan de lelie. Dus het is een echt bolgewas. Wat wel grappig is, is dat op dit moment in de bollenstreek ook de bollen bloeien. Maar er is een heel groot verschil tussen die bollen en deze. Want die bollen zijn geplant en heel vaak ook door de mensen ontwikkeld. Deze bollen zijn echt wild. Hier hebben mensen niets mee te maken. Deze planten zijn hier uit zichzelf terechtgekomen. En hoe bijzonder is het dat wij een van de grootste vindplaatsen ter wereld in ons eigen kikkerlandje hebben. Zo, nou, ik denk dat ik toch wel over de 1000 foto's kom. En ik snap ook echt helemaal dat mensen denken van, goh, wat een mooie bloem, die wil ik thuis ook wel. Maar het is een van de eerste beschermde planten van Nederland. Volgens mij zelfs de eerste. En daarom is het ook absoluut verboden om ze mee te nemen. Maar dat hoeft ook niet, want gelukkig zijn er alternatieven. Kijk eens,
daar staan ze. Kievitsbloemen in het tuincentrum. En het ene moment sta je dus in de natuur, waar ze heel zeldzaam en beschermd zijn. En het andere moment zijn ze voor €2,50 te koop. En deze kan je dus meenemen zonder ruzie te krijgen met de boswachter. Ja, het zijn eigenlijk hele makkelijke planten, maar toch zie je ze niet superveel in tuinen staan. En dat komt omdat ze, nou ja, we hebben het al gezien in de natuur, een beetje kritisch zijn. Ze moeten op een plek zijn, staan waar het ook in de zomer eigenlijk een beetje vochtig is. Dus een plek bijvoorbeeld waar sneeuwklokjes het ook goed doen, maar waar altijd zon is. Dus ze mogen wel verwant zijn aan de tulp, maar de tulp komt van nature uit een plek waar het in de zomer bloedheet en droog is. Dat vinden tulpen fijn, maar kievitsbloemen absoluut niet. Dus wil je ze in de tuin zetten? Zet ze dan bijvoorbeeld aan de rand van een vijver of in een gazon waar het in de zomer altijd een beetje vochtig is. En dan kan je er heel lang plezier van hebben. Nou, je kan ze natuurlijk zo planten als een plantje en dan doen ze het op zich prima. Maar wat een nog betere manier is, is om ze als bolletje te planten in het najaar, in september. Dit is heel belangrijk dat je dit vroeg doet, want kievitsbloemenbolletjes die drogen heel snel uit. Dus die moet je eigenlijk aanschaffen op het moment dat ze net in de winkel liggen en dan snel planten. Want iedere week dat ze in een zakje liggen uit te drogen, gaat de kwaliteit hard achteruit. En je moet ze ook op vrij diep planten, ongeveer 10 centimeter, want op die diepte blijft de grond eigenlijk altijd een beetje vochtig. En dat is dus heel anders dan bijvoorbeeld een tulp. Tulpen zijn wel verwant aan de kievitsbloemen, maar het verschil is dat tulpen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten in gebieden groeien waar het in de zomer heel warm en droog is. En dat hebben tulpenbollen nodig. Kievitsbloemen niet, die willen altijd vochtig. Dus een plekje waar bijvoorbeeld sneeuwklokjes het goed doen, lekker in het zonnetje, dat is een plek waar je deze planten kunt planten. Kijk, wat bij deze trouwens mooi te zien is, is dat er aan de basis van sommige planten komen kleine blaadjes naar boven. Die planten zijn aan het klisteren. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat er babybolletjes komen aan de basis van een moederbol. En zo krijg je dus uiteindelijk steeds meer kievitsbloemen in je tuin. Andere manier om ze te vermeerderen is door middel van zaad. Dit duurt wel heel lang. Je moet eraan eerst vruchten aan de planten krijgen en dan duurt het echt jaren voordat die bloeit. Maar Mocht je in de tuin zeg maar de ideale omstandigheden hebben, is dit wel een manier om dus met een paar planten uiteindelijk dus een heel veld kievitsbloemen te krijgen zoals je dat in de natuur ziet. Ja, ik zei het net al, je moet wachten met fotograferen totdat je alle bloemen hebt gezien. Want ik ben wat verder gelopen in het gebied. Ik geloof dat er hier wel een miljoen staan, dus ik ga voorlopig toch nog niet naar huis, denk ik. De een is nog leuker dan de ander. Van kinds af aan ben ik echt geïnteresseerd in wilde planten en met name zeldzame planten, die spreken altijd tot de verbeelding. En dit is een ding wat de hele tijd is blijven liggen, omdat ik altijd maar dacht, komt volgend jaar wel, komt volgend jaar wel, komt volgend jaar wel. Maar nu sta ik ertussen en dat maakt deze bloem gelijk een stuk leuker. Dus als ik ze zo meteen bij iemand in de tuin zie of in het tuincentrum, dan is het toch zoiets van in plaats van het gewone kievitsbloemetje is het, dat is dat kievitsbloempje wat ik een keer in het wild heb gezien. Om mij heen is wat deze plek dus zo uniek maakt. Als je hier een paar maanden geleden was, stond alles onder water. Had ik hier moeten zwemmen. En wat gebeurt er nou? Dat water komt uit Duitsland en dat neemt allemaal mineralen mee. En als het water hoog staat, dan brengt dat de mineralen tot in het veld. En als dan het voorjaar komt, verdwijnt het water, maar de mineralen blijven achter. En het zijn juist die mineralen die ervoor zorgen dat de kievitsbloemen hier zo goed kunnen groeien. Zo, ik kan het toch niet laten hoor, want ze staan er zo mooi bij. En zelfs in het tuincentrum kan je af en toe witte kievitsbloemen tegenkomen. Dus deze gaat mee naar huis. Oeh, en deze. Dit is apart. Dit heb ik zelfs in het wild niet eens gezien. Dit is een tussenkleur tussen een witte en een paarse. Een soort van licht lila exemplaar. Nou, deze gaat dus zeker mee. Nou, wil je nou zelf deze plant een keer in het wild zien en dat... Ik kan het echt aanraden, want het is heel bijzonder om een keer te doen. Dan is april de beste tijd en het beste gebied is in de buurt van Zwolle. Maar om exact te weten waar, kijk dan even in de tekst beneden, want dan leggen we uit waar de vindplaats is. Nou ja, tot die tijd zou ik zeggen tot de volgende keer. En deze Zwolse tulp is eigenlijk een beetje van ons allemaal, toch?